Het is een verhaal dat sommigen van jullie misschien al gehoord hebben, want ik word al wat ouder en ik begin mezelf te herhalen. Maar dit is een verhaal wat ik niet zo heel vaak nog verteld heb, dus dat is nog wel iets waarmee ik me kan verdedigen. Het is een verhaal over een konijn, of eigenlijk om precies te zijn een haas. En net zoals in de meeste sprookjes zijn dieren vaak de hoofdpersoon in boeddhistische verhalen die wijsheid uitdragen. En in dit verhaal is er een haas. En deze haas, die is trouwens niet degene die de wijsheid uitdraagt, maar daar komen we zo achter. Deze haas die schrikt op een dag wakker terwijl hij aan het slapen is onder een boom. En er is iets gebeurd, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Hij schrikt helemaal wakker en hij voelt een gerommel en een getril. En hij begint als een gek, zoals hazen dat doen, te rennen. En hij zegt tegen iedereen: er is een aardbeving, er is een aardbeving, er is een aardbeving. En iedereen begint te rennen. Alle dieren in het bos, alle eekhoorns en alle herten, iedereen komt tevoorschijn en begint te rennen en te rennen. En ze beginnen als een enorme kudde allemaal samen te rennen van de ene heuvel naar de andere heuvel, van de ene bergtop naar de andere bergtop. En uiteindelijk komen ze met zo'n grote kudde dat er een hele zandwolk heel ver te zien is. En vanuit een van die bergtoppen in de buurt is de plaatselijke leeuw aan het kijken wat er zo vandaag aan het gebeuren is. En wat er in zijn bos aan het gebeuren is, want hij is een beetje de koning, de vorst in het bos. En deze leeuw, die ziet ineens deze enorme zandwolk van enorme kudde van dieren die op hem afkomt. En hij rent naar beneden om de kraut, of hoe noem je dat, de kudde tegemoet te zien. En hij vraagt alle dieren wat er gebeurd is. En de een zegt: ja, ik hoorde het van die, dat er een aardbeving is. Maar waar is die aardbeving dan? Ja, dat weet ik niet. Ik hoorde het van die, en ik hoorde het van die, en ik hoorde het van die. En uiteindelijk vraagt de leeuw, die vraagt door, en die vraagt door, en die vraagt door. En die komt erachter dat uiteindelijk alles begonnen is met de haas. En de leeuw die vraagt de haas: maar waar was die aardbeving dan? En de haas die zegt: ja, het was daar in die boom. En dat was een kokosboom. Of hoe noem je dat? Een palmboom met kokosnoten. Die was natuurlijk gewoon een kokosnoot. Was op het hoofd van die haas gevallen. En dat was het enige wat er was gebeurd. En dit verhaal dat illustreerde dus dat uiteindelijk een heleboel gedoe voorkomen kan worden door gewoon na te gaan waar die informatie vandaan komt. Dus zelfs in de tijd van de Boeddha had je fake nieuws. Er is een verhaal ook van, of is ook in de tijd van de Boeddha waren er ook mensen die bijvoorbeeld roddels of zo verspreiden. En dan zei de Boeddha altijd: we blijven gewoon hier, we gaan nergens anders naartoe. Want uiteindelijk dan zal de waarheid altijd wel overwinnen. Maar goed, hoe het ook zij, het is goed om na te gaan waar onze informatie vandaan komt. Sommige dingen zijn waar en andere dingen zijn niet waar. En soms zijn de meest onwaarschijnlijke dingen waar. En soms zijn de meest waarschijnlijke dingen onwaar.